14 juli was het een jaar geleden dat Monique Langenslag, bijgestaan door haar man, de leiding kreeg bij het Van Bommelhof. Dat was voldoende aanleiding om haar in het zonnetje te zetten, vond haar personeel. En daarvan waren wij van MTV getuigen. Bij de voordeur stond het voltallige personeel haar op te wachten. Monique wist van niks en des te groter was haar verrassing bij haar binnenkomst. Rian, jij hebt hier ook een deelname in het grote feest. Zeker. Wie zit van jouw familie hier in van Bommelhof? Allebei mijn ouders. Allebei? Ja. En lang, al lang? Ja, februari over het jaar. 25 februari. Dus anderhalf jaar. Ja, ja. Ja. Hoe stellen ze het hier? Ja, fantastisch. Eigenlijk van dag één. Fantastisch. Kun je aangeven hoe je dan merkt dat ze het zo naar de zin hebben? Ja, in alles. In activiteiten, in het eten, de verzorging, personeel. Ja, fantastisch. Ja. Dus je kunt rustig stellen, het is hier een warm nest. Absoluut, ja. Ja. Lieve Monique en Gavin, ik hoop dat ik het droog hou. Dat staat er niet hoor. Daar sta je hier. Wij als personeel. Nog meer toch? Wat moet ik het doen? Lieve Monique en Gavin, wij als personeel vonden het tijd worden om jullie in het zonnetje te zetten. Op 14 juli 2023 tekenden jullie als nieuwe zorgondernemers. Het is een jaar geweest van heel hard werken. Zeker ook achter de schermen. En dit verdient een feestje. Wij zijn trots op wat we met elkaar bereikt hebben. Monique, jij hebt Bommelhof weer op de kaart gezet. Denk hierbij aan het personeelsbezetting, contact met familieleden, de liefde voor de bewoners, dementiecursus, teamuitje, attentie voor het personeel, nieuw tuinmeubilair, restyling van het huis en zakelijk heb je alles aangepakt en is er heel veel geregeld en veranderd. Ook je thuisfront is hierin heel belangrijk en dan vooral noemen we Gavin. Gavin, jij draagt ook zeker je steentje bij, van boodschappen tot BHV. Zonder Gavin had jij, Monique, deze droom niet waar kunnen maken. En samen zijn jullie een topteam. Het Bommelhof team is super trots op jullie. En we hopen nog lang samen te werken en mooie herinneringen op te maken. Tot slot willen wij onze sponsors, want die hebben we het best veel, en iedereen die bijgedragen heeft aan dit feest bedanken voor hun bijdrage. Namens de feestcommissie van Bommelhof. Nou, kijk uit mij. Het is hier rooien, man. Het is hier rooien.
2022 is het eigenlijk door Nicole op mijn pad gekomen die tijdens een kookavondje zei: de ondernemers stoppen, is dat niks voor jou? En ja, zo is het in mijn hoofd gaan bewegen. En ja, 2 weken later zat ik bij het andere woning in gesprek. We wisten eigenlijk niet goed waar we aan begonnen, dus we hadden ook samen eigenlijk afgesproken van nou, we nemen de tijd met elkaar. Hè? Vanaf 1 januari starten we en dan gaan we het samen onderzoeken. Nou, vanaf maart hebben we eigenlijk samen met Arno besloten van we gaan ervoor. Het voelt goed, wederzijds. Ja, en ik denk als ik zie waar we nu staan met z'n allen, ja, denk ik dat we een warm nest hebben gecreëerd voor zowel de bewoners, familie als de medewerkers. En nou ja, op naar de volgende 10 jaar, denk ik dan. Bedankt. Mirjam, je hebt familie hier zitten? Ja, mijn moeder zit hier. Hoe lang zit ze al hier? Vanaf het begin, dus dat is nu 2,5 jaar. Dus zij was de eerste bewoner, zeg maar. Er kwamen er volgens mij 7, de eerste. Want er waren volgens mij in totaal iets van 22 mensen. Maar zij hoorde bij de eerste 7. Dus op 12 januari was ze jarig. En volgens mij 14 januari is ze hier komen wonen. Dus 2,5 jaar geleden. Ja. En heeft ze het naar de zin hier? Ze heeft het ontzettend naar de zin. Ja, ze is in feite, want ze woonde eerst aan die kant van de kerk. Nu aan deze kant van de kerk. Dus voor haar hadden wij zoiets van, dan verandert er ook niet zoveel. Maar ze zegt eigenlijk altijd van, ik kan niet beter zitten hier. Ik kan niet beter zitten, want het eten is allemaal lekker. En er wordt goed voor me gezorgd. En ja, ze is helemaal tevreden. Echt, kan niet beter. Ja. Het is niet alleen fijn voor haar, maar het is ook fijn voor de familie, geruststelling dat ja, ze op de juiste plaats zitten. Toevallig zat ik net ook tegen een van de kinderen, zeg maar, te vertellen. En toen zei ik ook zo van, waar mijn rust ook is, als ik hier weg ben, dan weet ik, dan is ze in goede handen. Is goed. Martin, groot feest. Jouw vader is er ook bij. Die woont hier. Klopt. Hoe bevalt het hem? Hoe bevalt het jullie, de familie? Ons als familie bevalt het ontzettend goed. Hij woont hier al vanaf het begin, dus 3 jaar bijna. En hij heeft het ontzettend goed naar zijn zin. Hoe kun je dat merken? Zijn blijheid, hoe hij zich gedraagt, hoe hij is met andere bewoners, hoe hij is met het personeel. Hij is alleen maar vol lof en hij is goed in zijn vel en hij heeft het ontzettend naar zijn zin, zegt hij zelf. Dus. En voor de familie is het natuurlijk ook een geruststellende gedachte dat hij op zijn plaats zit. Absoluut, wij zijn hierheen gekomen met mijn moeder. Mijn moeder had destijds de indicatie, mijn vader heeft in principe niks. Een dag vol verrassingen. Zo ook het optreden van het jeugdorkest van onze Harmonie. Ik ben ontzettend gesterkt door de medebewoners, door het personeel. Dus echt top. Een dag vol verrassingen. Zo ook het optreden van het jeugdorkest van onze Harmonie. Zijn de medewerkers van Bommerhof. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een feest te geven? Nou, we zijn in 2022 1 januari begonnen. Wij als vaste collega's vanaf begin af aan. En Monique is er eigenlijk zomaar ingewaaid. En nu heeft ze eigenlijk alles weer op orde gesteld. De indicaties,
De bewoners die hebben weer vertrouwen in haar. En personeel. En personeel, ze heeft alles goed op orde. Ook belangrijk, hè? Heel belangrijk, ze heeft echt alles op orde. En wij vinden dat zij het zo goed doet. En goed is voor ons, maar ook voor de bewoners. Dat was een klein beetje... En toen hebben wij gedacht van, god, kunnen we niet voor haar een feestje geven? Ja. En 14 juli heeft ze getekend, vorig jaar. Dus het is nu een jaar geleden. Nou, ik denk dat alle reden aanwezig waren om te feesten. En we zitten op het eind van het feest. En ik denk dat het super geslaagd is. Ontzettend veel belangstelling. Ja, dat vinden wij ook. Monique, er zijn zo van die dagen dat alles een verrassing is. En ik denk dat ik niet overdrijf dat deze dag een verrassingsdag was. Dit was echt een verrassing, ja. We moesten om 10 uur uit huis zijn. We zijn naar Breda geloosd met mijn dochter. En we wisten dat we daar tot 3 uur zouden zijn. En dan mochten we weer naar huis. En ja, we komen hier aanrijden. En we komen bij de ingang binnen om de deur te openen. En dan staat een Lisbeth-collega helemaal verkleed. En ja, welkom. En ik kijk de gang in en dan staan alle medewerkers. Jullie staan te filmen. Dus ik was totaal overdonderd. Ja. Weet je wat de reden is van dit feest? Ik neem aan van wel. Nou ja, wat ik begrijp is dat we een jaar verder zijn nu. En dat de medewerkers dit hebben georganiseerd voor ons. En dat het toch heel erg gewaardeerd wordt wat we het afgelopen jaar met elkaar hebben bereikt. En ik wil wel benadrukken, doen we het echt met elkaar. Hè? Wij kunnen niet zonder onze medewerkers, onze bewoners en familie. Maar het streelt wel dat het zo gewaardeerd wordt. Ja. Dus, ja. Ja. Ik vind het heel knap dat een clubje van 5 alles echt geheim hebben gehouden. Dat valt niet mee voor dametjes, hè? Nee, dat valt zeker niet mee. Ik heb er echt helemaal geen erg in gehad. Gisteren was er een momentje dat ik uit de multiruimte werd geloosd. Ik wilde naar binnen. En Angelique kwam naar buiten gelijk en die loosde mij mee met een vraag over een bewoner waarvan ik zoiets had van ja, ik weet het niet. Maar goed, ook gelijk weer losgelaten, want ja, het kan zijn dat ze daar iets aan het bespreken zijn, hè, met elkaar. Maar meer heb ik er echt niet van meegekregen. Ja. Dit was echt overdonderend, ja, ja. Kun je heel in het kort even terugkijken naar deze viering, dit feest, waar je allemaal hebt meegemaakt en wat voor indrukken je hebt gehad? Nou ja, zoveel warmte, zoveel liefde, zoveel mooie woorden. Ik ben dan ook wel bescheiden. Dan denk ik, ja, dat is niet voor mij alleen. We doen dit met elkaar. Maar ja, wel de warmte voelen van iedereen, zowel van medewerkers, familie als van bewoners. Ja, dat we op de goede weg zijn met elkaar. En als we dit zo door kunnen voeren voor nog 10 jaar erbij, dan denk ik, dan zijn we met elkaar op de goede weg. Ja. Nou, dat zijn hele mooie woorden om deze dag af te sluiten. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. En proost op de volgende 10 jaar. Okay. Dank je wel.